En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Nou ja, er wordt steeds minder post verstuurd. Dus ja, de noodzaak om post te brengen wordt minder. Het gaat allemaal pakketjes worden. Dus, en alles gaat met e-mail en WhatsApp. Dus, ja. Ja, maar pakketjes, zouden die dan ook niet gewoon wel binnen één dag moeten? Of wat vindt u daarvan? Dat weet ik niet. Vind ik niet zo belangrijk. Pakketjes. Ik kan me zoiets voorstellen. Tegenwoordig is het feit ook al dat er veel personeelstekorten zijn en dergelijke. Dus ik kan me voorstellen dat al die planningen nog heel erg krap zijn. Om personeel te houden, en vooral binnen de muren van post.nl, is het zeker belangrijk mensen in stand te houden. En daardoor op een gegeven moment wat soepeler met die bezorgdheden om te gaan. Ja, ik vind dat eigenlijk schandalig. En waarom vind je dat? De postzegels en zo, die verhogen ze maar. Ja. En aan de andere kant gaan ze bezuinigen. Dat vind ik een beetje tegenstrijdig. Dat kan in mijn ogen niet. Nee. Dank u wel. Ja, gedaan. PostNL wil zeg maar de bezorgdheid van één dag verlengen naar 2 of zelfs 3 dagen. Wat vindt u daarvan? 1 dag, 2 dagen, maakt niet uit bij mij. Dus zolang dat ik mijn pakketten ontvang, dat is het belangrijkste. 2 dagen vind ik acceptabel. 3 dagen? Vind ik te ver gaan. Want als je van de service graad uitgaat van 90% op dit moment, dan mag je in 2 dagen toch wel iets opkrikken. Dan heb je geen 3 dagen voor nodig. Je moet 3 dagen op je post wachten. Dat vind ik eigenlijk wel, dat is eigenlijk not done. Ik denk, weet je, 1, 2 dagen, prima. Maar 3 dagen op je post wachten vind ik toch wel heel lang. En zeker als je kijkt naar, als je dingen bestelt, zeker in deze tijd. Mensen bestellen heel veel via internet en die verwachten dan ook dat het op 1 of 2 dagen binnen is. Dus ik denk, ja, 3 dagen is toch best wel... En ze zeggen 1 dag, maar het is al 2 of 3 dagen voordat ze het vaak bezorgen. Dus als je nu 3 dagen zegt, wat wordt het dan in de toekomst? Wordt het dan 3 dagen of wordt het dan 4 dagen wanneer je het krijgt? Ik heb daar niet zo moeite mee. Oh. Nee, want die post zit ik toch niet op te wachten. Dus als je het belangrijkste wat er dan komt, dan kan het best een paar dagen wachten. Als ze economisch gezien beter is, dan is dat prima. Ah, top. Ja. Dank u wel. Oké, graag gedaan.